Om een fles champagne te koelen kan je gebruik maken van een champagnekoeler. Maar het gebruik van een koelmachet is ook een hele goede. Dit is de Vacuvin Rapid Ice Champagne Koelmachet. Het voordeel van zo'n koelmachet is je legt hem gewoon in de vriezer en je kan hem pakken wanneer je hem nodig hebt. Het gebruik is vrij simpel. Uit de vriezer schuif je hem over de fles. Er zitten zijwangen op waardoor je het contact kan vergroten. Met een touwtje trek je hem aan. Laat de fles op deze manier zo'n 20 minuutjes tot een half uurtje staan. En op die manier is je champagne op temperatuur. En kan je hem drinken. Is je fles leeg, heb je de koelmachet niet meer nodig. Leg hem in de vriezer voor het volgende champagne moment.